AGP TV. Mijn naam is Marco, achter de camera staat Arno. Hoi Arno. Shalom. We zijn vandaag bij de opening van ExoDays en dat is een Joods evenement voor LGBTQI's. What? ExoDays viert 3 dagen lang de combinatie van Joods zijn en seksuele en genderdiversiteit. Met veel feesten in onder meer Club Abe en Club Nix, een speciale Joodse boot tijdens de Camel Pride, Dana International en eten. Heel veel eten. Een pittig hapje dan. Wordt nog leuk daar tijdens die interviews, Arne. Lekker. Eet smakelijk. Marco? Ja? Elk pontje gaat door het mondje. Ga jij ook meevaren met de Joodse boot dit weekend? Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, dat vind ik wel spannend, maar dat lijkt me echt heel belangrijk en heel goed om dat te doen. Dus ja, ik ga zeker mee. En heb je nog overwogen om iets aan het programma te veranderen na wat er de afgelopen weken is gebeurd in Israël? Ik heb in mijn toespraak er wel bij stilgestaan. Alle ellende die nu in de wereld speelt. Maar we gaan ook door. En ook dat is Joods. Ondanks alle ellende blijven we door. Blijven we leven, overleven. Dat is Joods, dat is ook heel gay. Ik moet zeggen, je ziet er echt uit als een filmster in jouw outfit vandaag. Dankjewel. Waarom ben je hier? Waarom ben ik hier? Omdat ik het op dit moment heel belangrijk vind dat de Joodse LGBT's eigenlijk uitdragen wat we met elkaar bereikt hebben qua strijd. En dat daar ook juist voor de mensen die eigenlijk nu onderdrukt zijn in Gaza en gebieden die moeilijk bereikbaar zijn, die normaal eigenlijk ook wel naar Israël kwamen, om er ook voor te laten zien van dat het nog wel allemaal bestaat, zeg maar. En dat dat voor hun heel erg ver weg is geraakt nu door de oorlog. Dana International is niet op de opening, een andere Israëlische popster wel. En die kennen we hiervan. Tel Aviv, ja Habibi, Tel Aviv. Tistakel, kamal irdi misaviv. Osim li hai hai, balaila wai wai. Vesachten al Tel Aviv. What brought you to Amsterdam? Well, ExoDays, first of all. They invited me here, this organization, to be a part of this whole weekend and of course on the boat. Are you going to survive on those heels? I mean, you need a weapon license for those if you're on a boat. No, I'm not gonna survive, but I never survive. I just go to my hotel at the end of the day and cry. It's custom in my family, well, it's not custom for a drag queen to light the candles, but it's custom when we do light the Shabbat candles to say, you know, something nice, a prayer for each other. So I want to wish us all a great weekend, and we'll have lots of fun, and we'll celebrate love and happiness and the differences between us and what binds us together. So I don't really know the blessing for the candles, so I'll try. Someone knows it? Yes. Who knows it? Who's a woman who knows it? Come with me, please. I don't have a yarmulke, I'm sorry. Wait. It's truly gender bending now with the yarmulke. My hair. You ready? Let's go. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ga je dan ook echt meedoen met de boot? Ja. Ja. En hoe zie je er dan uit die dag? Het is nog een klein beetje geheim. Ik weet nog niet helemaal zeker. Je mag het niet zeggen. Ligt een beetje aan het weer. Oké, dan ga ik alleen een andere vraag stellen. Gewoon een vergelijkingsvraag. Zie je er beter uit dan vandaag? Iets minder orthodox, denk ik. Okay. Maar ik ben net uit de school. Dus. Laatste vraag. Waar verheug je jezelf het meest op? Het pakje wat ik morgen aantrek. En hoe ziet dat eruit? Ga je filmen of niet? Wij komen wel eventjes nog een stukje draaien. Oké, het thema van de boot is Egypte. Het gaat namelijk uit over de uittocht uit Egypte. Dat het Joodse volk uit onderdrukking uit Egypte trok op weg naar Israël. Bevrijding. Ook een metafoor met uit de kast komen. En ik heb een heel spannend Egyptisch pakje aan. Oké, ik kan niet wachten. Ja.
Dit was AGP-TV vanaf de opening van Exo Days. Wil je meer weten over alle evenementen van de Amsterdam Gay Pride? Check dan even onze site. En wij zien jullie snel weer terug. Mag het nu? Ik geloof het wel. Ja, haal zelf maar.